Hallo, welkom op Portaal Zegers voor een nieuwe aflevering van Formule 1 2019 Curry Mode, seizoen 2, ronde 10 in Silverstone. In de Groot-Brittannië gaan we dus nu rijden. Goed nieuws, de pole gepakt gisteren. Daarna weer mijn teammate Perez, deze keer op iets grotere afstand dan vorige keer. En dan zijn de start Hamilton. Ik vind het wel leuk, het is ook vooral een breed dat de hele makkelijk toelaat. Het zijn wel redelijk lange rondjes. Ik denk dat ik hier voor de overwinning kan gaan. Okay, this is the team's home race. We're all relying on you to impress today. Oké, ze wil dus dat ik impress today, indruk maken. Vorige race geen flashbacks gebruikt. Dat was een opsteker, hopelijk nu ook niet, maar je weet nooit. Er zijn al een paar momenten waarop je kan wegschuiven. We gaan weer benzine bij doen en de strategie ziet er wel goed uit, maar de hard zou ik sowieso niet kiezen. Dat ziet er goed uit. Dan gaan we starten. Ik start hier wel erg van de buitenkant, terwijl ik graag binnenkant bocht heb. Oké, goede start denk ik. Ik laat ruimte over. Start was zeker goed, voor goed verdedigd. Perez kwam er wel even naast denk ik, maar kon toch die bocht goed aansnijden. Toen ik dat gatje, ik denk altijd dat hij toch remt als ik daarmee kom aansnijden. Ik kan bij mij geen kwaad, want ze houdt hij iedereen op. En dus heb ik een mooie vrijgeleider voor die start. Tijdens de practice sessions leek het nogthans dat de Perez de betering is in de kwalificatie, want daar had hij een halve seconde voor gesprongen op mij. Dus het is altijd echt andersom tijdens de kwalificatie. Gevaarlijke bocht om te slippen hier. Ai, 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 slecht hier. Kom op, beter. Mooie exit, er heeft terug een beetje voorsprong. Deze keer maar ik kon niet zomaar wegrijden. De vorige keer in Oostenrijk had ik echt een straat voorsprong, maar nu is het ook beperkt hoor. Komt nu weer aansluiten en kan profiteren van mijn slipstream. Maar gewoon binnenkant, deze bocht kan je redelijk hard nemen als Erik. Achter de Ferrari is er een klein gat ontstaan. Ai, dit is lekker hier. Ai, ai, ai. Voor deze kleine fouten zo komen ze terug. En Hamilton uit een nieuwe snelste ronde. TRS ook al ontgrendeld. Dat is minder nieuws van mij, want ik heb eerst, dus ik heb ook niemand TRS. Er zijn toch wel een aantal redelijk lange stukken bij. Waarbij TRS handig is. En ze gaan dat hebben op mij, want ze zijn binnen de seconde.
Ik ga naar de Perez wel. Ik wil aan de buitenkant hier wel. Oeh, heel slecht ding is gehad. Naar binnen snijden, ik laat pitje plaatsen, hij komt achter mij terug. Maar dat is lief. Ik dacht later, hè, heb ik ook gedaan, maar het was toch iets te laat. Had me verschoot. Of verrast dan. Ik heb altijd geen flashback. Hopelijk kan dat voor het weer op zijn ze houden. Want deze bochten pak ik toch vaak niet zo goed hoor. Maar dat was een nader. Dat was spannender iets worden, denk ik. Some information on Vettel. They have an issue with their car. They're going to be slow. Was dus informatie over Vettel. Probleem met de auto blijkbaar, waardoor ze trager gaan. Niet dat hij al dat niet moet opgeven. Hij hangt er nog aan voorlopig. Deze bocht snijd ik iets te vroeg aan eigenlijk. Nieuwe poging, nu komt hij er wel naast. Geef ruimte. Stel terug achteraan aan. Oké, we hitting the rated limits on the MGU-H. The power unit is going to be more prone to overheating. Kijk eens aan, mooie exit hier. Heerlijk. Ook hier een goede exit. We've reached a worrying level of wear on the internal combustion engine. Let's try and keep the revs down. Early upshifts, later downshifts. Hamilton gaat vallen bij Perez. Komt hier even een gatje moeten laten. En door dat toiletje daar heb ik meer dan school een voorsprong 2 zelfs al. Hebben ze geen derde op mij. Dat is goed. Kan ik hopelijk als ik fout was bij vrijdag uitlopen. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Doordat ik wel op plaats 2 en doordat ik goed aan het rijden ben nu, dit gaat naar 2,5 seconden gegaan. Ideaal scenario voor mij. Het doet nog steeds mee, maar. Hij is inderdaad wel weggezegd uit dat groepje. Power from the engine is down. There's a significant amount of wear on the engine now. Ik kreeg van alles in mijn oren geroepen of gezegd. Van power en engine. Ik begrijp er allemaal niks van. Of ja, ik begrijp het Engels van, maar ik weet niet waar ik daar welke actiekern van moet ondernemen. Tjak, nu is snel eens de ronde, dat is mooi. We're leading our teammate by 3.4 seconds. Ik ging daar even heel raar traag. Komt er geen probleem in met de auto? Even kijken. Nou, toch daar dat heel donker oranje gekleurd is. Oranje op zich. Zelfs minder. Misschien al deze race zo'n aantal onderdelen gaan vervangen. Ik had er al eentje vervangen.
Maar misschien moet ik nu toch nog nieuwe delen steken. Mijn voorsprong gaat naar de 4 seconden, dat is mooi. Het is niet heel veel, bij een klein foutje gaat dat trek minder zijn, maar echt wel een goed begin toch. Box, box, we're coming in this lap. Box, box, oké. Okay. Banden voelen nog oké aan eerlijk gezegd, maar ik zal maar binnenrijden zeker. Ik hoop precies wel een kleine haping aan mijn motor, ik hoop niet dat ik problemen krijg. Ai, slechte bocht dit. Hij maakt zo'n raar geluidje toch af en toe. Russell out of the station. Hamilton en Perez blijven vechten om die tweede plaats. Doe af en toe een haasje over. Don't forget, box this lap. Oké, van de eerste drie achtervolgers komt er niemand binnen. Het is een hele lange pitstop precies. Enkel nieuwe ballen natuurlijk. En dan kom ik denk ik slecht in het papier terecht, denk ik. Alhoewel, kan het nog, zou het nog kunnen dat ik... Oh nee, die gaan gasken. Oei, ik kom er slecht uit hier. Heel slecht. Dit is niet goed. Oei. Deze pitstop duurt ook verschrikkelijk lang. Alleen zo lang dat je traag moet rijden. Ja, ik kom helemaal achteraan uit. Pit strategy complete. Dus ik ga zelfs last hebben van dit groep, ja. Dat is jammer. Als ik die race had, kon ik normaal direct een paar mensen in, maar dat is niet het geval. Dus toen een beetje voor, dan kwamen er zelfs wel veel mensen binnen gaan dan. We have 5 laps of fuel remaining. Nog 5 rondjes benzine, dat is iets te weinig denk ik. Half rondje te weinig, maar ik kan zelfs misschien op lean rijden. Sergio is in de pits. Hij is in de pits nu. Dat ik hier geen DRS krijg, dan kan ze minder dan een seconde. Ah ja, ja, slechte bocht hier. We gaan er binnen, maar er zijn ook nog een heel pak dat doorrijdt. Ik hoop wel dat ik voor Perez uitkom. Graag van wel. Hier kan ik wel een move maken. Kom op, doorrijden jongen, doorrijden. Oh, die stuurt op me in. Ik zat ernaast, jongeman. Een stromend oude teamgenoot van bij Racing Point.
Okay, good work. Great pass. Zo vind ik dat de volgende aan de beurt is. Kijk ook nog wat actie deze race. Oeh, mijn auto gaat slippen. Safety car deployed. The safety car has been deployed. Watch your delta. Make sure you keep it positive as we catch the pack. Drop your speed. Our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Geen idee wat daar gebeurde. Het was denk ik misschien door mijn inhaalactie dat... Nee, kijk, hier is op de delta. Is dit nog? Huh, wat is er dan gebeurd? Rare situatie dit. Maar dit is slecht nieuws voor mij vooral, want daardoor komt Perez terug aansluiten. Maar dit is heel slecht nieuws, want die mensen gaan naar pit in. Geen idee wat er gebeurd is juist. Norris is stopping now. Ik weet wel dat ik nu op lean kan rijden. There's 4 laps of fuel remaining. Ik wil er snel in plaatsen. De rest komt eraan, je moet achter mij gaan rijden. Ik denk dat ik naar de Leclerc ook moet toe rijden hier. Hoezo rijdt Leclerc eerst eens op zijn muur? Zeg je ook een keer een strategie gedaan dan? Even wat gas geven, laten we achter Leclerc uitkomen. Ik vind het raar om die op de eerste plaats te zien, eerlijk gezegd. Heeft hij dan oftewel een omgekeerde strategie gekozen, oftewel ja, gewoon een goede strategie gekozen heeft, dat hij voor mij de pits uitkwam op de baan. Dit is heel raar, ik weet ook niet waarom de safety car is uitgereden. Ik dacht eerst dat ik Giovinazzi had aangetikt met mijn inhaalmanoeuvre. Oei. Maar die kon gewoon verder rijden, dus raar. Ik hoop dan eerlijk gezegd dat Leclerc nog moet binnenrijden, anders gaat het terug heel spannend worden. Hij zal nog zeker een rondje blijven, denk ik, want er was nog niets gezegd. There's 3 laps of fuel remaining. Dit vind ik heel raar, eigenlijk gezegd. Iedereen is nog thans aangesloten nu, dus ik verwacht bij het volgende rondje zeker dat we terug mogen gaan voortrijden. Ik weet niet wat het incident was waardoor de safety car moest komen. Ik denk wel, dat speelt wel in mijn nadeel nu. Ja. Versnelling daar. Sorry. Oké, heel lichte schade in mijn voorvleugel. Heerlijk. Allee, kom. Hey, kom, gaat er voorbij. Ja. Oké. Okay. Leclerc gaat denk ik niet meer moeten binnengaan. Of hij heeft om een keer strategie gekozen en blijft met deze banden uitrijden. Of hij heeft al toch een pitstop gemaakt en is voor me de baan gekomen. Raar. Nou, het is zo slecht voor mij. Achter mij zit Perez en voor mij Leclerc dus, maar ik niet op één niet meer. Ik heb wel DRS, dat is wel een voordeel nu. Als hij direct wordt ontgrendeld, alles in.
No threat of rain for the time being. Conditions looking good. Dry seem like the fastest tire at the moment. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Oké. Oh, mijn monniken zit leeg. Jammer. Oké, geen schade, maar het was toch wel raar. Wat als we over de meet rijden, dat we terug mogen gas geven. Nee. Green flag. Oké, groene vlag. Meteen een gatje gedaan als ze denken. Oh nee, ik kan niet voorbij kunnen. Ik wil geen schade rijden, omdat ik geen flashback wil doen, maar ik vind het super spannend. Ik weet niet goed waar ik dat moet in aan momenteel. En Perez begint op zijn beurt ook aan mijn tand te doen. Nu kan ik een poging wagen. Nice work, that brings you up a place. There's only one lap of fuel remaining. Toch op pit zitten. Alles maar verloren. Super spannend einde moet ik wel zeggen. Bijna schade gereden door tegen Leclerc aan te rijden. Die divebomb was een gevaarlijk manoeuvre, maar geen waarschuwing kreeg, dus dat was oké. Ik denk misschien wel dat Leclerc toch iets heeft gekregen van mijn inhaalmanoeuvre. Want die is nu zelf tot achter Perez teruggezakt. En door mijn slechte bochten hier komt Perez zelfs terug. Ai, 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 dat is mijn achteruit te kijken. Nee. Oei, 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 spannend. Oei, ja. Gaat de poging wagen. Keer een plaats. Oei. Dan is het toch binnen hoor, heel lief, maar het is gelukt. Fantastic, you won the Grand Prix. Door de safety car werd het nog serieus spannend. Leclerc kwam daar goed mee weg, eigenlijk komt hij reeds in de eerste op dat moment. Ik heb nog kunnen inhalen en Perez nog in de extremes kunnen afhalen op het einde. Mooie overwinning, dat is toch nog spannend. Dan kan je ook mee goed zijn in het klassement. Wel geen snel stonden meer, die heeft nog Hamilton gereden op het laatste ogenblik. Maar ik ben blij dat ik weer op het hoogste schavotje sta. And now let's take a look at the driver standings. Our current Hamilton in de snelste ronde. En Vettel is het dankzij Hamilton de safety car. Geen idee, maar die is nog serieus weggezakt. Ik ga naar de standings eens even kijken. Voorstel was groter op een team mee per is. Zou kunnen dat ik vanaf de 10 of 11 race toch nog het niveau verhoog. Nu toch wel iets te eentonig misschien wordt of te makkelijk. Maar dan moet ik wel vinden waar dat het is. Dus laat zeker in de reacties weten waar dat kan doen. Het niveau hoger zetten. Dan ga ik dat misschien doen.
En de constructors zijn we oppermachtig. Ik wil jullie bedanken om te kijken en hopelijk tot de volgende keer. Dag.